Eén seconde, we moeten even terug naar het begin, want ik pak hem weer eventjes op voor degene die nieuw binnengekomen zijn. We hebben het hier over. Dit is een document, dit heb ik gevonden op internet. Ik dacht op een officiële website. Maar het gaat om het requisitor en dat is de aantijging die de officier van justitie houdt tegen een verdachte in een strafzaak. Op basis van een requisitor wordt een verdachte veroordeeld. En natuurlijk de vragen die er gesteld worden en alles. Maar de officier van justitie die schrijft voordat hij een rechtszitting ingaat om een verdachte te veroordelen, want dat is het doel van de officier van justitie, schrijft hij eerst een document. En dat noemen we een requisitor. En het gaat hier om de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra. En Marianne Vaatstra was een jonge vrouw van 16 en die is in de nacht van 30 april op 1 mei 1999 vermoord. Want ze is namelijk de volgende ochtend, is haar lichaam, moet je dan zeggen, haar lichaam is gevonden. En een vriend van mij heeft me erop geattendeerd, dit kan ook wel eens een hoax zijn. Dat iemand probeert om Henk Maus, CQ het OM, in een kwaad daglicht te stellen. Het oordeel is niet alleen aan mij. Hè? Ik ga als eerst even rectificeren, want ik heb een paar vergissingen gemaakt in mijn vorige uitzending. En misschien nog wel meer, hoor. Maar hier wil ik even bij stilstaan. Het ging om deze pagina. En hier wordt gezegd, het daderprofiel waarin gesteld wordt, dus het daderprofiel waarin gesteld wordt. Ik heb deze zin al voorgelezen, maar nu zie ik dus ook, en hopelijk jullie ook, dat een daderprofiel kan niet stellen. Het rapport omtrent het daderprofiel waarin geconcludeerd wordt dat, of op basis van het daderprofiel is gesteld dat. Maar je hebt niet een daderprofiel waarin gesteld wordt. De dader mogelijk een uitvalsbasis had op wel 20 kilometer van de plaats delict, maar waarschijnlijk ligt deze op minder dan de helft van die afstand, hoogstwaarschijnlijk binnen een straal van 5 kilometer. Dit daderprofiel, dat is opgesteld op basis van wat ze destijds wisten. En dat was dat Marianne Vaatstra dus in de nacht om het leven is gebracht. Haar lichaam is gevonden in een weiland. En er is dus DNA gevonden. En van dat DNA wisten ze dus, oh, dit is DNA van iemand die op minder dan 20 kilometer afstand van deze plek woont en leeft. CQ tijdelijk een woning had. En dat stond allemaal in het boek van het DNA. Dus om het samen te vatten, het daderprofiel zei ongeveer 20 kilometer mogelijk, minder dan 10 kilometer waarschijnlijk, minder dan 5 kilometer hoogst waarschijnlijk. Dat stond in het DNA geschreven, dat kon daaruit geconcludeerd worden. Jullie mogen zelf nu even gaan nadenken wat hier beweerd wordt. En de volgende rectificatie die staat op scannetje nummer 41. Oh. Want daar zei ik iets
dat is gewoon niet waar. Het gaat hierom dat degene die dit geschreven heeft, laten we hem Henk Maus noemen voor het gemak, omdat zijn naam onderaan dit document staat, die mept ons de hele tijd om de oren met afkortingen die hij helemaal niet nodig heeft in zijn werk. Dus hier heeft hij de afkorting Centrale Toetsingscommissie, CTC. En dat zal je alleen maar mogen gebruiken als je hem verderop nog noemt. Elders in het document heeft hij die regel met voeten getreden. En ik dacht hier ook, maar dat is niet waar. Want hier staat CTC en daar ook. Dus je kan hem dit vergeven. Aan de andere kant zou ik nog steeds zeggen, als je twee keer het woord Centrale Toetsingscommissie gebruikt, ja, dat is toch niet zo heel erg. Ja. Hij zit overal, doet hij aan taalvulling, maar hier in Ene worden we toch een beetje efficiënt. Vanwege de CO2-belasting of zo. Maar wat ik zei, dat hij dat niet herhaalde, dat was dus niet waar, want hij herhaalt het wel. PG's en HR wordt overigens door Henk Maus, zo noemen we maar even, niet uitgelegd. Iedereen moet maar weten wat een PG en een HR is. En ik weet het ook niet, want ik ben geen jurist. Dan moeten we naar scan 45. Want hier was ik iets vergeten uit te leggen. Waar gaat dit over? Jullie hebben natuurlijk goed geluisterd en je snapte al dat ik iets vergeten was. Mag ik hopen. Waar het om gaat, ik heb al hier gezegd van zijn geschreven naam, en dus niet zijn handtekening. En op de kopie van zijn rijbewijs stond zijn handtekening. Maar waarmee moet hij dan vergeleken worden? Daar had ik het niet over. Want het gaat nu even over dit nummer en dat nummer. Waar het hier om gaat is dat dit nummer, dit monster, dat is afgenomen op 8 november 2012. Toen hebben ze op 18 november. Dus dat is 4 dagen na de matching. Ze hadden dus dit profiel hadden ze gematcht op die datum. 4 dagen later is een bevel DH, blablabla. En toen hebben ze dit afgenomen. En nu komt de leugen. Want ze hebben ook gecontroleerd of dit nummer, de inhoud daarvan, dat het DNA-profiel wat opgesteld kon worden van het biologisch monster met dit nummer, dat stemt dus overeen met dat nummer. Dat zeggen ze. Hè? Matched met het vrijwillig afgestane DNA-profiel. Ja. Dus dit was niet vrijwillig. Hè? En dan komt hier de crux. En de sporen bij Marianne aangetroffen. En dat klopt niet. Want deze matchte al met de sporen bij Marianne aangetroffen. Ja, want deze matcht volledig met het autosomale profiel verkregen uit het bloed op de jas van Marianne. La 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 la. Ja. Dus deze correspondeerde hiermee. Als die hetzelfde is als die, is het dus noodzakelijk zo dat deze ook matcht met die. En als je dan hier hoofdletters gaat gebruiken, dan doe je de luisteraar geloven dat hij iets heel bijzonders gaat horen. Dan moeten we nu naar scannetje 45. Nog een keer even, wacht, zit hij om? Ja, hier zat hij eigenlijk. Even, heb ik nog goed opgeschreven? Scan 45, ja.
We gaan het dus hierover hebben. Zoveel ijsterprofielen, zoveel autosomale profielen en zoveel mitochondriale profielen. Het gaat hier even over getallen. Want Henk Maus is er heel erg goed in om ons om de oor te mappen met allerlei getallen. We waren hier op scan 45, we komen zo terug. We gaan terug naar scan 39. Uiteindelijk is een groep mannen geselecteerd van in totaal 8080. Dit staat niet vet gedrukt, niet bold. Maar we hebben dus 8080 mannen zijn geselecteerd. Dit was scannetje 39. Nu gaan we naar scan 43. Dit heb ik allemaal gehad, hè? Dit zijn gewoon fouten die ik achteraf heb gezien. En hier zien wij dat er van 6746 mannen vrijwillig DNA is afgenomen. Dan heb ik geen zin om een rekenmachine te gaan pakken, maar het scheelt ongeveer 1300 mannen. En dan staat hierachter dat van deze mannen is vrijwillig DNA afgenomen. Moet ik daaruit afleiden dat van die andere 1300 mannen het DNA niet vrijwillig is afgenomen? Of die 1300 mannen, die waren weliswaar geselecteerd, maar die waren fout geselecteerd. Waarom waren die mannen fout geselecteerd? Wie heeft die vergissing gemaakt? Of, nee, die ene man die kende wel iemand op dat politiebureau buitenpost en die zei, ha, man, daar heb ik helemaal geen zin in. En dat schreef die agent eventjes, als goed, hoef jij niet. En zo hebben er 1300 mannen ongeveer geen vrijwillig DNA afgestaan. Maar we hebben het nog steeds over 6746 mannen. Hè? En wat hebben we dan van die mannen met het vrijwillig DNA allemaal bepaald? Dan moeten we nu terug naar 47. Nou, daarvan hebben wij bepaald. Als je deze hier, nee, wacht even, 45 moet ik hebben. Dat zijn er zoveel. Kijk, van die, weten we het nog, 6746 mannen zijn 3969 ijsterprofielen bepaald. 32 autosomale en 6 mitochondriale. Ja. Ja, het lijkt mij dat als je wangslijm afneemt, of als iemand vrijwillig zijn DNA afstaat, dat is iets anders dan dat je een bloedvlek vindt op een jas die een nacht in een weiland heeft gelegen. Als je een biologisch monster afneemt door een arts, staat hier ook nog, hè? Zo deden we het allemaal netjes, dan moet je dus in principe het ijster kunnen bepalen. Je moet het autosomale profiel kunnen bepalen en 6 mitochondriale. Ja? Maar hoe ver zijn ze dan? Je moet toch 6746 man af. Dus hier zijn ze dan iets over de helft. Met de autosomale profielen liggen ze een beetje achter op schema. Want ze hebben ongeveer 1/200ste gedaan. Dat is 0,5%. Of zo. 1%, zeg ik het goed. 1,5%. Dus als ze dat hele. Als ze dat onderzoek niet hadden stopgezet, had het waarschijnlijk nu nog steeds geduurd. Dan waren ze nog steeds bezig geweest. Ze hebben pas 6 mitochondrialen vastgesteld. Het
Het mag iedereen zich over gaan verbazen, hoor. Het zou echt heel erg zijn als ik de enige ben die dit vunzige taalgebruik registreert. Want je gaat mij niet wijsmaken dat dit normaal Nederlands is. Ik ga even verder bij waar ik gebleven was de vorige uitzending. Ik vind het in ieder geval opmerkelijk dat de verdachte zich vrijwel niets meer weet te herinneren van reacties of uitlatingen van Marianne. Hier begint is een conjunctie, dus zijn gewoon twee zinnen. Hè? En, gewoon volgende zin. Deze zin, dat verdachte zich vrijwel niet, we hebben het over gehad, dat het hier gaat om de mening van Henk Maus. Waarin ik niet geïnteresseerd ben als rechter. Want dan zou het afhangen van de officier van justitie of je überhaupt veroordeeld wordt. En dat mag natuurlijk wel, want de ene officier van justitie is beter in het op een rijtje zetten van de feiten dan een ander. Maar niet met een mening. En dat de verdachte zich vrijwel niets meer weet te herinneren van reacties of uitlatingen van Marianne, dat is een beetje richting bullcrap. Want hij heeft al gezegd dat verdachte liegt. En dan gaan we het nog een keer herhalen. Want dan gaat hij zeggen dat hij zeer selectief is. En überhaupt dat hij selectief is, is hetzelfde als dat hij zich vrijwel niets weet te herinneren. En als verdachte is leugenaar. Dus je kan het er wel blijven zeggen, op allerlei manieren, dat de officier van justitie zo zijn twijfels heeft of verdachte alles wel netjes verteld heeft. Waar je natuurlijk in principe niet van uitgaat als rechercheur of als wie dan ook. Want ook verdachte kan zo zijn emotionele momenten hebben. En in hechting raken of zo. En dan zegt hij gewoon, nee, ik heb het niet gedaan. Ik weet er helemaal niks meer van. Dat doet dus een beetje iedere gedachte, of wat? Zeer selectief is in zijn geheugen. Selectief in je geheugen. Nou, dat kan dus niet. Want hoe kan je nou selectief zijn in je geheugen? Je kan ook niet selectief zijn in de stofzuigerkast. Je kan selectief zijn in wat je kiest. Je kan wel zeggen, oh, mijn dochter die eet van alles, maar ze is heel erg selectief. Ze eet alleen maar groenten van het seizoen. En niet zomaar alles. Hè? Maar je kan niet selectief zijn in je geheugen. De stelling van Pythagoras is op vrijdag meestal vaker waar. Dat kan ik wel zeggen. En het is syntactisch ook correct. Maar het heeft geen inhoud. De stelling van Pythagoras is aangetroffen op Schiermonnikoog. Nou, nu gaan we slechte taal krijgen. Dus we moeten even ademhalen, mensen. Vergeef het mij alsjeblieft. Veel details kan de verdachte zich namelijk wel herinneren, waarbij een aantal toch als schokkend aan te merken zijn. Oh jee, hier moet ik echt op terug gaan komen. Ik noem de precisie waarmee de verdachte aangeeft hoe vaak hij, nou ik lees het maar niet op, met het zakmes. Het gaat hier gewoon om een mes wat een boer in de regel bij zich heeft. Daar kan je een touw mee doorsnijden, daar kan je zelfs een schroef mee opendraaien of dichtdraaien. Een mes is handig. En het was gewoon een herder. Zo'n Duits mes. En dat mes dat had hij nog in zijn bezit
toen hij dus op 18 oktober, hoop dat ik het goed zeg, 14 oktober. Maar in ieder geval in oktober, toen ging hij dat DNA afstaan. Omdat hij vond dat hij dat maar moest doen. Want hij dacht, ja, iedereen doet het, laat ik het ook maar doen. En toen had hij dat mes nog in zijn bezit. En waarom was dat? Nou, dat was gewoon zijn boerenmes. Ik ben computerprogrammeur, ik heb dus een laptop. Daar kan ik ook iemand zijn kop mee inslaan. Maar dat zegt niks. Dat zegt niet dat ik het gedaan heb. En nu gaat hij verdachte prijzen over zijn precisie. Eerder heeft hij gezegd dat verdachte liegt. En dat hij selectief is in zijn geheugen. Maar nu is het schokkend voor officier van justitie, Henk Maus, om te merken, dus aan te merken, de precisie waarmee verdachte aangeeft hoe vaak hij in de hals heeft gesneden / gestoken. Ik begrijp dat verschil ook echt helemaal niet. Eerst heb ik er gesneden. Dat heb ik 3 keer gedaan. En toen heb ik er 2 keer gestoken. Echt waar, joh. Met het zakmes. Opvallend is dat de verdachte zich niets weet te herinneren van het... Nou, hier mag je echt... Dit is volgens mij geen Nederlands. Het bindscenario. Ik lees het eerst even op, daarna word ik kwaad en dan ga ik het opnieuw doen. Snap je? Opvallend is dat de verdachte zich niets weet te herinneren van het bindscenario met de BH, dat toch een vrij essentieel en heftig onderdeel is, en het gebruik van het rugzakje. Zelfs niet wanneer die foto's hem worden getoond. Nou, laat ik hiermee even stoppen, want hier staan al zoveel fouten in. Wanneer hem die foto's worden getoond, is in regelrechte tegenspraak met wat iets, is voor mij op de eerste of tweede uitzending, daar staat dat alhoewel de vader van het slachtoffer die beelden wel zijn hele leven zal blijven zien, dat verdachte niet eens die foto's wilde zien. Maar hier staat dat verdachte die foto's dus wel heeft gezien. En dat zelfs dat niet hielp om zich iets te herinneren van het belachelijke woord wat erachter staat. Want dat is geen Nederlands woord. Je hebt niet een bindscenario. Dat kan je bij Scrabble niet op het bord leggen. Op de polsen van slachtoffer zijn sporen aangetroffen van, dat zouden dus handboeien geweest kunnen zijn. Een handboeien die heeft de politie natuurlijk ook, maar die kan je ook gewoon kopen in de SM-winkel of op het internet. En die verwondingen op die polsen, die duiden dus op een bepaalde manier van, ja, die handen zijn dus vastgebonden geweest met iets. En dan kan je gaan fantaseren wat dat was. En de fantasie die men dus had, de hypothese, de veronderstelling was dat het ging om een hard materiaal, zoals een handboei. En hier wordt dus gezegd dat het bindscenario, en dat is dus geen Nederlands woord, maar het bind, dat betekent eigenlijk niets weten we herinneren van de manier waarop slachtoffer haar polsen bij elkaar gebonden zijn.
En de manier waarop de polsen van slachtoffers samengebonden zijn, dat is toch een vrij essentieel en heftig onderdeel. Oh, ja joh. En het gebruik van rugzakje. Op basis van deze tekst is iemand voor 18 jaar de bak ingestuurd en de familie van slachtoffer die heeft het er maar mee te doen. Ik pak deze weer even terug. Hier staat een dubbele spatie. Dan kan ik jullie ook tekstverwerkingsles geven. Dus als je werkt met Open Office, zou ik je altijd aanraden. Maar dan kan je Find en Replace doen. En dan doe je gewoon twee spaties, Find, twee spaties, Replace, één spatie. En dan doe je gewoon Replace All. Dat is altijd goed. Dat kan je net zo vaak doen, totdat die tekstverwerker zegt, no terms found, of zo. Not found, shall I start from the beginning of document. Het kost je, alles bij elkaar, 15 seconden. En dat doe je gewoon als je helemaal klaar bent. En als je netjes werkt, doe je het ook tussendoor. Gewoon voor alle zekerheid. Want je wil niet stom overkomen, of wel? De verdachte wilde überhaupt geen schokkende foto's zien en het dossier is op zijn verzoek door de raadsman ook daarvan ontdaan. Wie heeft bepaald welke foto schokkend was? Er was dus een verzameling van schokkende foto's. En de verdachte wilde die, dit woord snap ik niet, überhaupt, dat mag wel hoor, dat is Nederlands, het is een Duits woord, maar dat mag op zijn Nederlands. Maar dat woord is natuurlijk overbodig. Geen schokkende foto's zien. Nou, we weten dus niet welke foto's hij niet wilde zien. En het dossier is op zijn verzoek door de raadsman ook daarvan ontdaan. Oké, dus de raadsman die heeft schokkende foto's weggehaald uit het dossier. Dat doet de raadsman? Wie heeft het copyright op dat dossier? Squeeze me? Of er is een dossier en dat wordt speciaal gemaakt voor verdachten. En dat mag door de raadsman, Jan Vlug neem ik aan. Eventjes, nou, dit hoeft hij niet te weten, dat vindt hij niet leuk. Oh nee, die foto wil hij echt niet zien hoor. Nee, die haal ik weg, want dat weet ik al van hem. Dat is te schokkend. Wat hadden ze een medelijden met verdachten, vind je niet? Maar juist die foto's zouden details naar boven kunnen brengen, waardoor de waarheid, waar de familie op zijn minst recht op heeft, hier word ik weer boos, helderder zou worden. Bijvoorbeeld wat Marianne gezegd heeft. Zo. Nou. Ik hoop dat die mensen naar luisteren die later verhalen gaan schrijven, leuke verhalen gaan schrijven. En die gewoon willen weten, hoe schrijf je dan netjes Nederlands? Nou, netjes Nederlands schrijven is best moeilijk. Maar je moet in ieder geval geen bagger schrijven. Duidelijk schrijven. Dus, maar juist die foto's. Welke foto's heb ik het over? Nou, dat zijn de schokkende foto's. Juist schokkende foto's zouden details naar boven kunnen brengen, waardoor de waarheid helderder zou worden.
Eerst was het de waarheid boven zou komen of zo. Niet boven tafel, maar nu wordt de waarheid helderder. Dat kan niet. Hè? Verdachte heeft het gedaan. Of verdachte heeft het met een groepje gedaan. Of verdachte was er helemaal niet bij betrokken. En dat is gewoon zo of dat is niet zo. En als het wel zo is, dan moet verdachte geëlimineerd worden. Weggehaald. Die hoeft geen fysieke straf te krijgen of zo. Maar die mag niet meer op de volgende Koninginnedag weer een meisje pakken. Of met Pasen. Of Pinksteren. En bijvoorbeeld wat Marianne gezegd heeft, dat zeg je niet zo en die punt komma hoort daar niet. Want wat heb je eraan dat verdachte zegt, nou Marianne zei nog, wat een mooie avond, vind je niet? Want verdachte, dat was toch een leugenaar? Dat moest toch altijd met technische bevindingen aangevuld worden? Nou, in dit geval zou dat dus betekenen dat het OM toevallig een microfoontje had liggen in het weiland en dat er een mp3'tje van was. Dan kon je toch weten wat Marianne gezegd heeft en niet op basis van verdachte. Dat heeft hij zelf gezegd. Juist die schokkende foto's zouden details naar boven kunnen brengen. Oh ja, joh. Nou, ik denk dat hij hier gaat vertellen dat alhoewel hij die foto's dan niet laat zien, dat hij ze heel erg plastisch gaat beschrijven. Dat durft hij wel. Waar de familie van slachtoffer gewoon bij zit. En die moeten die porno aanhoren, terwijl ze hun dochter kwijt zijn. En maak mij maar uit voor een idioot dat ik mij hier druk over maak. Een onomstreden beginsel van ons rechtsstelsel is dat de verdachte niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling en ook niet gedwongen kan worden de foto's te zien. Excuse me. De schokkende foto's te zien, toch? Of niet gedwongen kan worden bewijsmateriaal onder ogen te zien. Alle foto's. Dat zou afbreuk doen aan het waarheidsgehalte van de verklaring. Zo, ja. We hebben eerst verteld dat als verdachte nou maar naar die paar JPEGs had gekeken, dat dan de waarheid meer naar boven was gekomen en helderder zou worden. Helderder zou worden. Maar nu zeggen we dus, het is maar goed ook hoor. Want als we hem geconfronteerd hadden op een dinsdagochtend door hem gewoon binnen te laten lopen in een kamer en daar lagen al die JPEGs op 18 bij 24 centimeter full color gewoon op tafel. Nee, als we dat gedaan hadden, dan had dat afbreuk gedaan aan het waarheidsgehalte van de verklaring van de verdachte. Dus wat is het nou? Wat het nou? Is het nou? Helpt het nou door verdachten te confronteren met de foto's? Of helpt het nou niet? Ik weet niet waar Henk Maus, hè, zo noem ik hem even voorlopig, wat hij nou eigenlijk wil. Maar het is frustrerend en onbegrijpelijk dat de verdachte nog steeds kiest voor zelfbescherming en confrontatie met de beelden uit de weg gaat.
Daar moet je toch blij mee zijn? Want het zou dan anders afbreuk doen. Je mag toch niet... Je hoeft toch niet mee te werken aan je eigen veroordeling? Dat was toch een onomstreden beginsel van ons rechtsstelsel? Maar dat is dus frustrerend en onbegrijpelijk... dat mensen dit gebruiken. Dus verdachte heeft gebruik gemaakt aan een onomstreden beginsel van ons rechtsstelsel. En dat is frustrerend en onbegrijpelijk. Ik wil je allemaal aanraden om op Perry 7 te gaan kijken. Daar heb ik een aantal YouTube'jes staan over de Inquisitie. En hoe er destijds recht werd gesproken. En het kwam er eigenlijk op neer dat als je aangewezen was, dan was je de lul. En iedereen kon iedereen aanwijzen. Een beschuldiging is genoeg. Ik heb nog hier even... Ja, kijk, waar de familie recht op heeft. Hè? Op zijn minst, zegt hij dan ook nog. Hè? Nou, waar heeft die familie nou recht op? Ja. Hebben wij recht überhaupt in Nederland? Ja. Waar hebben we op zijn minst recht op? Ja. Hebben we dat überhaupt? Nou, ik zal een opsomming maken. Waar de familie recht op heeft, dat is misschien wel een schadevergoeding voor het lakse optreden van politie en justitie. Want op zaterdag 1 mei waren er al allemaal meldingen. Dertien jaar later kom je dan met een verdachte die gewoon aan de schandpaal genageld wordt. Het lijkt mij een beetje 13 jaar, echt waar joh? Had dit niet gewoon binnen een week opgelost kunnen zijn? Was het echt zo moeilijk? Door Marianne Vaatstra, die was die avond door haar broer weggebracht. Dus die was niet op de fiets. Dus er was van uitgegaan dat haar vriendje Spencer, die zou haar naar huis brengen. Aanknopingspunten ergens te zien, misschien? Hoe zat het nou precies in elkaar? Marianne Vaatstra is om 12 uur 's nachts of zo, die is nog gezien in een disco. En een tijdje daarvoor had ze een aanvaring met mensen van de poolplaats. En die deden niet aardig. En er moest nog een barkeeper of uitsmijter of zo aan, nou, die moest er even bij komen en die heeft het allemaal gesust. Maar waar ze vooral recht op hebben, is dat de daders gepakt worden. Daar hebben we namelijk echt recht op. En dat komt omdat justitie, of onze regering, onze overheid, die heeft het alleen recht op het oppakken van de daders. Daders eventueel, hè? Dat kunnen toch meer geweest zijn of niet? Die hebben dat alleen recht. Als wij die daders zouden oppakken, dan komen wij in de bak. Dat mogen wij niet doen van hully. Nou, dat vind ik allemaal best. Dat vind ik allemaal uitstekend dat je zegt...
Ja, maar politieonderzoek, dat moet gewoon dat moet goed in elkaar zitten. En dan kan hij zo met iedere burger doen. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Maar doe dan je werk. Dat is ons recht. Anders gezegd, Mark Passio, P-A-S-S-I-O, voor de rest heet hij Mark met een K. Mark Passio heeft het haarfijn uitgepluist. Hij zegt, het recht op zelfverdediging kan niet verleend worden. Daar moet je even over nadenken. Want het gaat hier over twee verschillende begrippen, namelijk recht en privilege. Een privilege, dat wordt je verleend. Je ouders kunnen tegen jou zeggen, als jij een 7 gemiddeld krijgt op je eindtentamen, dan betalen wij een vakantie naar Kreta. Die moet je dus verdienen. Je ouders kunnen ook zeggen, als je nog meer wedstrijden wint op de schaakvereniging, dan krijg je van je ouders een hele mooie digitale schaakklok. Ja? Rechten die kunnen niet verleend worden. Rechten zijn van ons. Nou, dat is dan een kakkerlak die heeft kakkerlakrechten. Volgens de Verenigde Naties, denk ik. Duiven hebben duivenrechten. En wij hebben mensenrechten. En dat is niet een of ander lullig lijstje zoals ze bij de Verenigde Naties opstellen. Met zoveel gram water per dag of zo. Nee, dat is bijvoorbeeld dat als wij aangevallen worden, hebben wij gewoon het recht om onszelf te verdedigen. En is de familie Vaatstra aangevallen? Ja. Hebben zij het recht om zichzelf te verdedigen? Ja. Mogen ze dat ook als de politie het allemaal netjes regelt? Nee. Want als de politie gewoon keurig de dader pakt en iedereen snapt dat was de dader, maar is er niks aan de hand? Heeft de politie gewoon haar werk gedaan? Maar de politie heeft 13 jaar lang moeilijk lopen doen achter een of andere Turk aanlopen hollen, die in de tussentijd eventjes uit het asielzoekerscentrum, ja, hij moest er even tussenuit, snap je wel? En je zit de hele tijd in een asielzoekerscentrum in de poolplaats en je kan het waarschijnlijk niet eens uitspreken, dat woord. Je weet ook waarschijnlijk niet eens wat het betekent. Dus op een gegeven moment verveel je je. En dan denk je, kom, mijn neef gaat trouwen. Ik ga even naar Turkije, hoor. Eventjes de boel laten. Wat een stresstoestand, zeg, daar op de poolplaats. Ik hoop dat het laatste grappig was. Dat jullie een beetje mogen lachen. Kijk, en nu gaan we weer heerlijk aan de slag, want we krijgen nu, nu gaan we allemaal weer even lachen, weergave van feiten. Kijk, stel, ik heb eten gekookt voor mijn dochter en ze komt pas om 10 uur thuis. En ik heb mac and cheese gemaakt. Ja, die kan je niet opwarmen. Dat is niet lekker. Die heb ik netjes al dente gekookt. En lekker blablabla, zoals ze dat lekker vindt. Mijn dochter vindt dat lekker, mac and cheese. En dan komt ze pas om 10 uur thuis. En dan ben ik natuurlijk pissed off. Want ik heb voor Piet Snot die mac and cheese gemaakt. Want ik lus geen mac and cheese. En ik wil een mac and cheese voor mijn dochter maken. Maar dan moet ze wel thuis komen om het op te eten. Mijn dochter komt altijd op tijd thuis met het eten, overigens. Behalve natuurlijk als er iets aan de hand is. En dan vraag ik aan haar, hoezo ben je zo laat?
En iedere keer als dat, nou, het is eigenlijk nooit gebeurd, maar stel het zou gebeuren, dan krijg ik van mijn dochter gewoon een opsomming van de feiten. Ik vraag niet aan mijn dochter dan, oh, kan je een weergave geven van de feiten waarom je pas om 10 uur thuis bent, terwijl de mac and cheese 4 uur geleden al klaar was? En als ik ze bij mijn dochter gewoon wil weten wat de feiten zijn, want ik ben helemaal niet boos op haar, ik vind het ook niet zo erg dat ik een keertje voor niks gekookt heb. Ja. Maar ik wil gewoon weten hoe het komt. Begrijp je? En als ik dat al wil weten, dan zou toch ook de rechtspraak in Nederland niet geïnteresseerd moeten zijn in een weergave van feiten, maar gewoon in de feiten. En geef ze dan een nummer. Feit 1, feit 2, feit 3, feit 4. Dacht je wel? Dus hij gaat hier weer liegen. Geweldig. Voor iedereen die Nederlands wil leren, blijf vooral luisteren. Want ik ga het je echt vertellen. Ik hou van Nederlands schrijven zelf. Ik vind het zelf ontzettend leuk om te doen. Ik vind het ook heel erg leuk om een paar pagina's te schrijven. En dan de volgende dag dan lees ik die pagina's weer door. En dan denk ik... En dan maak ik die pagina weer anders. Net zolang dat hij helemaal uitgehamerd is. En dat die zinnen allemaal lopen. Net als die vervelende draaiorgels hier in de stad, maar die denderen ook zo door. En zo moet een verhaal ook doorlopen. Begint hij te zeggen, weergave van feiten. Nou, ik zal nu het verloop van feiten weergeven, zoals ik heb opgemaakt uit de verklaringen van de verdachte, processen verbaal van 3D, met de verwoording van de standpunten, technisch procesverbaal, rapporten van het NFI, verklaringen van getuigen en de rapporten van de deskundigen. Leidraad is, ik moet het gewoon uitleggen. Leidraad is het technisch PV dat uitblinkt in duidelijkheid en structuur, maar daarnaast ook blijft spreken in termen van mogelijke scenario's, fout gequoteerd en als objectief. Even kijken hoor. Leidraad is het technisch PV. Leidraad is het technisch PV. En dat kan als objectief worden beschouwd. Dus het technisch PV kan als objectief worden beschouwd. Dus Henk Maus is ervan op de hoogte. Er zijn ook technisch PV's. En die zijn uitermate subjectief. Want anders had hij het niet nodig gevonden om te benadrukken dat het technisch PV objectief is. Hij zegt hier helemaal niks. Want een technisch PV dat natuurlijk niet objectief is. Dan, als iemand weet, ik heb een technisch PV gevonden en dat was echt niet objectief hoor. Dan heb je gewoon een fout technisch PV gevonden. Een frauduleus technisch PV. En technisch PV, we hebben het al gehad over procesverbaal. En hoe dat afgekort werd met deel PV en dan weer uitgeschreven. En nu staat er technisch PV. Had daar niet een streepje tussen gemoeten? En wat is het technisch PV? Ja. Dit is dus de kwarteringfout. Die had er ook helemaal niet hoeven staan, want... Het komt er gewoon op neer, ze hadden hun werk niet af. Even terug naar het begin. Ik zal nu het verloop van feiten weergeven. Het ging over de weergave van feiten. En hier hebben we het nu over het verloop van feiten. Ik zei net al, nummer ze gewoon. Feit 1, feit 2.
hier had een komma moeten staan. Want hij heeft dus dat verloop van feiten niet kunnen vinden in verklaringen van de verdachte, processen verbaal van 3D, met de verwoording van de standpunten, het technisch proces verbaal, rapporten van het NFI, verklaringen van getuigen en de rapporten van de deskundigen. Hij heeft dat zelf op moeten maken. Waarom is dat niet van tevoren gebeurd? Hoort dat niet gewoon bij het recherchewerk? Dat je gewoon zegt van, nou kijk, dit was het eerste, dit was het tweede. Hè? Ik, commandant van politiepost, Huppeltje Pup, Veenklooster van mijn part. Hè? Dit zijn de feiten. En 3D is weer niet geen goede aanduiding, want het is het 3D-team toch, met een streepje ertussen. Het ding is 3D. Dus als je nu naar Google gaat, moet je gewoon naar Google gaan. Doe je anonieme proxy. Dan ga je naar startpage.com. Dan kan je, dat is een leuke tip voor jullie, als je neutraal wil zoeken. Startpage.com. En doe je 3D intypen, doe je enter, moet je kijken wat je krijgt. Maar dan weet je gelijk waar die processen verbaal vandaan komen, toch? De bespreking is nogal detailistisch en kan hierdoor zeer ingrijpend zijn voor de familie. Inderdaad. Dat is het echt, want ik heb dit al gelezen. Hè? Ik ben al op pagina 51 geweest en jullie nog niet. Hij is nogal detailistisch. Dat is een waardeoordeel. En de bespreking als term... is dat die leidraad? Zo. Nee, hij gaat het hebben over wat hij zo dadelijk gaat vertellen. Huh? De navolgende bespreking is gedetailleerd en kan... Ja, wat heb ik aan een bespreking die niet gedetailleerd is eigenlijk? Ik wilde niet oppervlakkig blijven, mensen. Ik wilde er niet eventjes overheen gaan schaatsen. Ik dacht, ik doe het in detail. Dat lijkt me nogal fides, want we willen weten waarom verdachte de dader is. En niet dat je zegt, nou, het was iemand met flaporen en verdachte heeft flaporen, dus nou, hij is het. En dat de bespreking detailistisch is en hierdoor zeer aangrijpend kan zijn. Hierdoor wordt iets geïmpliceerd waar het niks mee te maken heeft. Want natuurlijk moet je stilstaan bij details. Wat meneer Henk Maus gaat doen, hij gaat stilstaan bij details die met een woordgebruik, dat ga ik zo dadelijk niet voorlezen. Dat is echt... te erg voor woorden. En hij gaat stilstaan bij... Nou, het is bijna een scenario voor een snufmovie. En dat is ingrijpend. En van details weet Henk Maus namelijk niets. Want hij weet niets meer... dan dat op zaterdag 1 mei, rond een uurtje of 11, is het lichaam van Marianne Waastra gevonden in een weiland nabij de Keningswee. Meer weet hij niet. En er zijn wat vage foto's die opgewaardeerd moesten worden, voordat ze wat konden zien. Die gefotoshopt moesten worden, voordat ze wat konden zien. Dus hij heeft op basis van dat materiaal, en hij is nooit in het weiland geweest, heeft er ook nooit een verslag van gezien, er is geen uitgebreid onderzoek naar gedaan, er is geen bloedonderzoek gedaan. Maar toch gaat hij in detail.
basis van de verklaringen van verdachten waarvan Henk Maus zelf zegt dat de verdachte liegt. Nou. Ik denk dat we nu allemaal een beetje de koude rillingen gaan voelen als je met me meeleest wat hier staat. Voor een goed begrip van de gruwelijkheid van de lalala is dit echter noodzakelijk. Oh ja joh. Volgens mij willen we alleen maar een goed begrip hebben van de reden waarom verdachte dader is. En welk BH-bandje van slachtoffer als eerste doorgesneden is? Welk stukje textiel als laatste eraan ging? Dat is punt 1, speculatie van de heer Henk Maus. Want verdachte liegt toch, hè? En punt 2, helemaal niet van belang. Ik vind het ook van belang om zo de verklaring van de verdachte over de feiten bij. Om zo de verklaring van de verdachte over de feiten bij te stellen of aan te vullen. Onder andere over het scenario van vastbinden van slachtoffer en het gebruik van het rugtasje voor de lalala-moord. Dus verdachte heeft verteld, nou, ik heb het zo en zo gedaan. En Henk Maus heeft zoiets van, nee jongen, nee, dat is helemaal niet zo hoor. Ik ga jouw verklaringen over de feiten, die ga ik bijstellen. Ja? Heb je? Maakt niet uit wat je zegt. Henk Maus weet al wat hij gaat zeggen. Nou, nu stuiten we op het ding waar ik toevallig heel erg veel verstand van heb. Dat is namelijk de toedracht. Ik heb het, wat ik weet niet of het nog steeds kan downloaden, maar dat heet dan het dagboek van Maaike Vaatstra, de moeder van slachtoffer. En dat is niet echt een dagboek, overigens. Dat is een dagboek, hou je per dag bij. Maar zij doet meer achteraf dat ze zich nog herinnert. Zij is ook niet in dienst van een instantie van, hou je eens even een dagboek bij. Je kan haar niks kwalijk nemen. En dat schrijfsel is typisch een schrijfsel van iemand die niet veel schrijft. En daar staan ook allemaal van dit soort fouten in. Maar niet zo erg als hier, overigens. Zij probeert in ieder geval nog de waarheid over te brengen voor zover die op haar overgekomen is. Ik heb beloofd jullie niet te veel te pesten met bijbelteksten. Maar in het Oude Testament staat, gij zult geen valse getuigenis afleggen. Er staat niet, gij zult niet liegen. Want liegen, dat doen we allemaal op een bepaalde manier. We vullen alles in ons eigen idee. Maar wat Marianne, de moeder van slachtoffer, heeft opgeschreven, daar kan je doorheen kijken, daar kan je doorheen lezen en dan zie je een beeld. Dan zie je een beeld van een familie die totaal van de streek is. Van streek is. Want die niet weten waar ze dan moeten zoeken van verdriet. Nou, los daarvan heb ik natuurlijk de algemene mededelingen
in de kranten gezien. Ik heb er ook eentje besproken bij Talk to Mira. Over die aansteken ging dat toen. En ik heb de blogs van Wim Dankbaar, die ook van alles bij elkaar knipt en plakt. Dus helemaal niet erg, maar dat mag gewoon. Wim Dankbaar is geen rechercheur. Dat is iemand die doet dat in zijn vrije tijd. En ik weet uit die verhalen, en natuurlijk ook waar Micha Katten heeft meegewerkt, met de interviews die gehouden zijn in column en lalala, ik weet het een en ander wat hier gebeurd is. En nu gaat Henk Maus beweren dat hij dat ook weet. Dan zegt hij hier, vanuit Paradiso fietsen Wietse en Spencer met Marianne achterop naar Buitenpost. Daar stoppen we even mee, want hier wordt al gelogen. Hè? Want wat staat hier? Kan je nu naar Google YouTube gaan, dan moet je even Paradiso intypen als zoekterm en enter geven. Hè? Of ga je naar Google Maps voor mij part. Google Maps, maps.google.dinges. Paradiso. Paradiso. Enter. Weet je gelijk wat is, toch? Hij bedoelt hier een disco in Kollum, als ik me niet vergis. Volgens mij is het zo dat Kollum, dat ligt, als je naar het gebied krijgt, rechtsbovenin. En ga maar even kijken bij maps.google. Rechtsbovenin, Zwaagwesteinde, dat ligt helemaal naar links. En Buitenpost, dat ligt rechtsonderin. En de Keningswei, die ligt onder Veenklooster. En ergens daar links ligt Oudwoude of zo. Dus het gaat over de Paradiso Bar in de Huppeltje Pupstraat te Kollum. Vanaf die plek. En was dat wel zo? En Wietse en Spencer met Marianne achterop. Is dat een soort driepersoonsfiets? Dat is Wietse en Spencer, die gingen samen op de fiets. Marianne achterop. En ze gingen natuurlijk niet naar Zwaagwesteinde, waar Marianne woonde. Nee, ben jij gek. Ze gingen naar Buitenpost. En daar werd een zwarte herenfiets meegenomen. Ja, voor mensen die dat niet weten, maar je kan gewoon naar Buitenpost. En soms staat er een zwarte herenfiets, soms een zwarte damesfiets, soms een... maar je kan altijd wel een fiets meenemen uit Buitenpost. Maar dan moet je het slot even openmaken. Dat is dan wel de regel daar in de Friese Walden, of zo zullen we maar zeggen. Niet te ver van het Lauwersmeer. Het slot, dat moet je dan openmaken door de fiets te laten stuiteren. Nu gaan we echt in een people revolt komen. Jullie gaan nu allemaal, voor zover je een fiets hebt. Ik heb geen fiets, hè? Ik loop graag. Hè? Maar jullie gaan nu allemaal naar de schuur. Je doet je fiets op slot. Het sleuteltje, dat doe je gewoon in je broekzak. Of in je portemonnee, berg je op. Je fiets echt op slot. En dan doe je je fiets even stuiteren. dan wil ik graag van jullie weten. je moet het gewoon even proberen met 1 of 2 of 3 fietsen of zo. Hè? Dat je even aangeeft met hoeveel fietsen je geprobeerd hebt. En hoeveel fietsen... Van hoeveel fietsen sprong het slot daadwerkelijk open? En hoe vaak moest je de fiets laten stuiteren? In de tijd, mijn dochter die heeft echt een mooie fiets, een Hollandse fiets. Echt een mooi ding. Maar dat ding kan je dus laten stuiteren totdat hij kapot is. Maar het slot, dat springt niet open. Je kan gewoon boing, 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 boing. Ja, op een gegeven moment is de fiets kapot, ja. Ja, dan hoef je ook niet meer te stelen. Dan heeft toch geen zin om hem mee te nemen. Hè? Alsof het zo makkelijk is om een fiets eventjes mee te nemen. En meegenomen, ik denk niet dat dat de juiste term is. Want hier is toch sprake van diefstal. Of ben ik nu een of andere christelijke puritein of zo?
Over Spencer en Wietse valt een hoop te vertellen. Wat wisten die jongens allemaal? Want de verklaringen die ze afgelegd hebben, die zijn volgens de moeder van slachtoffer tegenstrijdig. Huh? Ja, ja. En waar, ja, ik weet van Spencer, weet ik zijn achternaam, dat is bekend. Dus die jongen kan je opzoeken. En aan hem kan je ook vragen, waar woont Wietse? Want Wietse zal ook wel wat weten, toch? Dat Marianne zelf een fiets wil, is niet gek. Dat is wel gek. Want de moeder van slachtoffer heeft opgeschreven dat zij ervan uitging dat haar dochter met de regiotaxi naar huis zou komen. En dat lijkt mij nogal wiedes, want ze was door de broer van slachtoffer heeft slachtoffer naar Kolm gebracht. En je gaat niet midden in de nacht van Kolm naar Zwaag-Westeinde te voet. Dat is vragen om problemen. Begrijpen we dat allemaal goed? Dus Marianne, de slachtoffer, wilde helemaal niet zelf een fiets. Die wilde een regiotaxi. Maar de poen was op en de pinautomaten deden het niet meer of zo. Want beide jongens zijn al behoorlijk op na een hele dag alcohol drinken en feestvieren. Nou, beide jongens konden slechts nog een kilometertje of 7 fietsen. Ja, ze moesten toch naar huis, niet? Hè? Wel met Marianne achterop. Hè? En ze hadden ook nog een lekke band. De band, hè? De band van wie? Dus die ene fiets waarop Wietse en Spencer zaten met Marianne achterop? Of hadden ze 2 fietsen? De fiets van Wietse, die had geen lekke band. En de fiets van Spencer wel. Maar Wietse had geen bagagedrager. Dus de band van de fiets waarop Marianne zat, loopt steeds leeg. En het fietsen zal niet echt snel gegaan zijn. Loopt steeds leeg. Dus ze hadden een fietspomp bij zich. Als iedere keer, de band is weer leeg. En dan pompen, 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 pompen. En dan konden ze weer 500 meter fietsen. En dan weer pompen, 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 pompen. Ze hadden een fietspomp bij zich. Vroeger had je dat, weet je wel, op een fiets zat heel vaak zo'n klein, maar zo'n lullig fietspompje. Tussen 2 van die haakjes ingeklemd. Maar ja, als je die fiets ergens neerzet en iemand heeft een lekke band, dan zie je al snel jouw fietspomp en dan ben je fietspomp kwijt. Het is niet echt gebruikelijk dat je aan het eind van een koninginnennacht een fiets met een fietspomp die gewoon te pakken is en die staat er dan nog. Oh ja, joh. Of hadden ze ook een fietspomp geleend in Kolm of zo? Nee, sorry, een fietspomp meegenomen uit Kolm om een fiets te gaan meenemen uit Buitenpost. En het fietsen zal niet echt snel gegaan zijn. Gedurende de en nu krijgen we dus weer een hele mooie. Want meneer Henk Maus, die kan maps.google bedienen. 5,2 kilometer vanaf Kolm. Oh ja. Dat is wel mooi. Dat is op 100 meter nauwkeurig, hè? Want ik neem aan dat het gaat om de 5,2 kilometer naar de plek waar je zwarte fiets kan meenemen. Dus Henk Maus, die weet het op 100 meter nauwkeurig waar men zwarte herenfietsen, onder andere natuurlijk, kunnen ook zwarte damesfietsen zijn, maar dat ligt een beetje aan het seizoen. En in Kolm hebben ze nog even staan wachten bij een bankje. Ja, dat is ook echt fenomenaal. Waar het hier om gaat, is dat die 2 jongens, die zijn betrapt door een derde getuige.
Zijn derde getuige heeft Spencer beweerd dat hij Wietse en Spencer heeft gezien. Dus hij moet het hier wel over hebben. En hebben ze er gaan wachten bij een bankje. Want ja, ze waren moe van het oppompen van de fietsbanden. Dus ze dachten echt van... Prrr, nee, ik wil niet in het gras zitten hoor. Ik wil bij een bankje. En omstreeks 2:50. En hou die tijd in de gaten. Huh? Dit is dus... Want de verdachte beweert dat hij op zijn vroegst is hij om 2:30 opgestaan om te controleren hoe het was met de drachtigheid van die koe. Dus hij ging om 2:30 eerst, nou, hij had misschien al zijn kleren aan, ik kan me iets bij voorstellen, dat je denkt van nou, ik zet de wekker. En om 2:30 is hij dus uit bed gestapt, is hij naar de stal gegaan en die koe zo... Ja. En hij zei kijken, nee, dat wordt dan niks, hè. En toen dacht hij van, kom, ik ga een eindje fietsen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat hij dus rond 2:50, 2:15, de deur uitging. Hou dat tijdstip in de gaten. Om 1:50 komen ze aan bij de sportterreinen De Swadde aan de Jeltingalaan in Buitenpost. Hier staat natuurlijk weer... een noodvermelding, een bronvermelding. Dit is dan weer het zoveelste, dat ene, dat is net als pagina 437, maar je hebt dus ook pagina 107. You get? En als je dit gaat opzoeken op internet, ja. Ik weet niet precies waar die lantaarnpaal staat, laat ik het zo maar zeggen. Ik weet wel waar de Jeltingalaan, is Fries, noemen we gewoon Jeltingalaan. Jeltingalaan in Buitenpost. De Jeltingalaan die loopt echt een heel eind door. Die gaat op een gegeven moment over in de Keningswei, maar dat is een hele lange weg. En beide sportterreinen, De Swadde, ja, dat is een heel terrein. En welk stukje van de Jeltingalaan bedoelen we nou eigenlijk hier? En dan omstreeks 01:50 met een foute tijdsaanduiding. Hier wordt iemand geframed, zeggen ze dat, in het Angelsaksisch. Hier op Amsterdam zeg je, hier wordt iemand genaaid. Laat het me even op je inwerken. Dan ga ik mij voorbereiden op de volgende. Even pauze.